Zwemschool Aquamarijn maakt zich zorgen over het niveau van afzwemmers. Er is namelijk geen landelijke controle op de uitgifte van zwemdiploma's. Je hebt meerdere zwemdiploma-aanbieders. En daarom is het volgens mededirecteur Meijer Bink van Zwemschool Aquamarijn noodzakelijk om bij al deze diploma-aanbieders de kwaliteit te waarborgen. Wij zijn zelf al ruim 25 jaar bij de NPZ en NRZ. En daar worden best wel hoge kwaliteitseisen gesteld aan de afzwemmertjes. Dat vinden wij heel prettig, dat we gewoon vaste lijnen hebben en mogelijkheden. Dat wij weten als we een kind afleveren met die diploma's, dat het dan voor elkaar is dat we een kind rustig ook de nieuwe zwembaden in kunnen sturen met de grote glijbanen en de golfslagbaden. Een woordvoerder van Nationaal Platform Zwembaden legt uit hoe het komt dat er op dit moment meerdere zwemdiploma's zijn. Ooit, 30 jaar geleden, heeft de overheid aangegeven tot één nationaal zwemdiploma te komen. Daar is toen onze organisatie uit ontstaan. De overheid heeft zich langzamerhand teruggetrokken en nu is het zo dat de overheid toestaat dat er vrije marktwerking is, dus dat iedereen zijn eigen zwemdiploma uit mag reiken. En nou, daar is natuurlijk dan geen kwaliteitsborging op. Kijk, wij kunnen alleen maar wat zeggen over de kwaliteit van de zwemlesaanbieders die bij ons zijn aangesloten. Dat zijn er 1200 in Nederland. Dus op 1200 plekken in Nederland kan je afzwemmen voor het zwem-ABC. En dan weet je dat steekproefsgewijs naar de kwaliteit van de diploma-zwemmen wordt gekeken. Ook de gemeente Tilburg merkt een verschil in de kwaliteit van zwemdiploma's, maar kan er weinig aan doen. Het komt voor dat kinderen inderdaad in het water liggen waarvan wij als toezichthouder op het zwembad twijfelen. Heeft dit kind wel een diploma, ja of nee? Dit gaan we dan navragen. We laten eventueel een kind een klein stukje zwemmen. En daarin merken we soms toch wel verschil bij kinderen die het bij het ene of het andere verhaal hebben. Wij verhuren zwemwater aan diverse verenigingen. We hebben geen invloed op wat de verenigingen doen. We merken wel dat onze verenigingen in de gemeente Tilburg heel erg goed bezig zijn wat dat betreft. We hebben wel zelf als gemeente Tilburg een eigen zwemschool, onze Tilburgse zwemschool, waarbij we ook aangesloten zijn bij de NPZ NRZ, omdat we weten dat daar de kwaliteit toch echt wel gewaarborgd blijft door diverse controles op onze diploma zwemmen.